Scrooge, een magische kerstmusical voor de familie. En die gaan we in het muziekcentrum uitvoeren deze kerst. En wat moet ik daar nog meer over zeggen? Tweede ronde van de auditie vandaag gehad. En Jasper Verheugd, de regisseur, was erbij. En Ellen Kremers, onze kinderregisseur. En de kinderen hebben een aantal dingen voorbereid. Ze hebben een lied voorbereid uit de voorstelling. Een dialoog en een monoloog. En die hebben zij uitgevoerd. We hebben een auditieoproep geplaatst en daar hebben we heel veel reacties op gekregen, ongeveer 100, 120. En kinderen eigenlijk vooral uit de buurt, maar uit Enschede, Almelo, Hengelo en omstreken. Sommigen hebben heel veel ervaring en anderen hebben nog niet zoveel ervaring, maar zijn heel enthousiast en vinden het heel leuk om te acteren en te zingen. Op 15 december en de avond ervoor, kerstavond. Daarmee is kerstmis een periode van geven en delen. Een periode dat we zorg dragen voor elkaar. Dat we elkaar vriendelijk begroeten. Op straat. Oké, heel goed. Goed gedaan. Hey, hier. Ik kom je ophalen? Ophalen? Hoezo? Je mag naar huis. Kom. Maar, naar huis. Maar... Wees maar niet bang, Ebenezer. Vader is een stuk aardiger geworden. Ja, oh, Scrooge. Gebaseerd op A Christmas Carol van Charles Dickens. Het oeroude verhaal waarin de geesten langskomen en Scrooge eigenlijk... Van een kwade man naar een gezellige kerstliefhebber wordt omgetoverd. Lachen zingen. Ik hoor het klaar.